Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hi, dit is Nesha van Sumang at Life Mission. En ik sta je graag bij op jouw levensmissie. En als je hier naar luistert, heb je waarschijnlijk dat gevoel van levensmissie, gevoel van dat er iets groters is voor jou, gevoel dat er iets bedoeld is voor jou om te doen in het leven. En je bent eigenlijk daarnaar op zoek. Je bent op zoek naar zingeving, je bent op zoek naar manieren om dat te kunnen doen. Je bent op zoek naar een bepaalde stabiliteit, een fundament in het leven. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat je je eigenlijk afvraagt wat levensmissie eigenlijk is. Misschien heb je het wel eens nagedacht over je levensmissie of je levensdoel. Je levensopdracht, je zielsmissie of ja, wat voor andere termen je daarin ook bent tegengekomen. En levensmissie kan je zien als het pad waar je nu op bent en dat zich ontvouwt tijdens je leven. En dat pad kan zich ontvouwen op allerlei manieren. In je eigenschappen, je persoonlijke ontwikkeling, in je werk, in je relaties, in jezelf, in je omgeving. En eigenlijk de belangrijkste vraag die je jezelf dan mag stellen is: wie ben ik? Wie ben ik nu? En wie kan ik zijn? Wie wil ik zijn? En hoe zorg ik ervoor dat ik daar kom? Want dat is wat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Ik heb zelf een theorie dat de mensheid zich aan het evolueren is naar een nieuw soort mens, een nieuw type mens die veel sensitiever is, veel meer omgaat met subtiele energieën. Dus niet alleen maar de fysieke energieën, maar ook de subtiele energieën. Dus wat je hoort, ziet, voelt en ruikt en proeft en ervaart op een veel subtieler niveau in de geest. En dat we eigenlijk met die subtiele energieën kunnen werken. En daarnaast groeit daardoor ons brein ook, waardoor we ook veel intelligenter worden. We worden veel creatiever. Ons brein kan veel meer verbindingen aan en worden technologisch veel intelligenter. En ook in de omgang met elkaar. En misschien hebben we ook nooit geleerd hoe we dan met deze nieuwe sensitiviteit en deze nieuwe intelligentie om kunnen gaan. En dat is aan jou om te ontdekken. Hoe sensitief ben jij en hoe begaafd ben jij? En met sensitief bedoel ik dan hoe gevoelig jij bent in het opnemen van informatie. Hoe vang jij dingen op via je zintuigen? Hoe ervaar jij dingen? En met intelligentie, hoe ga jij dan met die informatie om? Hoe ga jij met kennis om? En hoe zet je dat bij elkaar? En hoe uit je die kennis? Hoe uit je je creativiteit? En dat zijn eigenlijk de twee eigenschappen in jezelf die je mag en kan ontdekken en die jou kunnen helpen op jouw levensmissie. Want juist door in jezelf te kijken, in je eigen ervaring, dus te observeren wat al je gedachten, gevoelens, emoties, je patronen zijn, je gedragingen, hoe je dingen ervaart. Als je daarvan bewust bent, kun je daar wat mee. Dat zijn allemaal signalen en allemaal boodschappen aan jezelf over hoe jij dingen ervaart en hoe jij daarmee om kunt gaan. Dat zijn subtiele boodschappen die eigenlijk jou wijzen in jouw levensmissie, in de richting van jouw levensmissie. Want we zullen onze levensmissie niet in één keer
achterhalen. We zullen niet in één keer weten wat ons doel is. En misschien zullen we dat wel nooit weten tot achteraf. En soms kunnen we dat juist wel weten. Hebben we een bepaalde droom of fantasie over waar we willen komen. En gaan we die achterna. En dan weet het enige wat we dan hoeven te doen is te achterhalen. Te ontdekken eigenlijk spelenderwijs op een leuke manier. Welke stappen we kunnen ondernemen om daar te komen. En wanneer we leren van wat we van binnen ervaren en dat ook echt doorvoelen. En de bedoeling is ook dat je je emoties doorvoelt, want dat zijn juist de grote leermomenten in je leven. Daar haal jij je lessen uit. En je komt ook in bepaalde situaties terecht waardoor je dingen meemaakt die heftige emoties bij jou kunnen oproepen. En van die emoties leer je juist. Je leert loslaten, je leert ruimte te maken in jezelf. Om te kiezen wat voor jou goed voelt. En kiezen wat voor jou goed voelt. Dus eigenlijk wat jouw hart jou ingeeft. Dat is een van de belangrijkste dingen in jouw levensmissie. Naast het accepteren en erkennen van je eigen emoties en gevoelens. In jezelf zoals je bent. Is ontdekken wat jij wil. Wat jij in je hart wil. En je fantasieën laten uitkomen. Je droom laten uitkomen. Belangrijk in jouw levensmissie. En daarnaast is het ook belangrijk te begrijpen hoe jouw omgeving werkt. En eigenlijk hoe het universum werkt. Dus op wat voor manieren kunnen de energieën in het universum met jou samenwerken? Of kan jij samenwerken met de energieën in het universum? Zodat datgene waar jij naar op weg bent, jouw richting, dat het voor jou gemakkelijk wordt gemaakt. Het is bijvoorbeeld, stel je voor dat je een fiets hebt en de snelheid, je kan de snelheid niet aanpassen, dus hij is altijd op de hoogste stand en je fietst daarop. Je maakt de keuze om daarop te fietsen, maar het gaat heel erg moeizaam. Je moet heel hard trappen, je wordt er moe van. En het gaat je steeds tegenstaan om op die fiets te fietsen. Je kan verschillende dingen daaraan doen. Je kan ervoor zorgen dat je je mindset verandert. Dat je het als een uitdaging ziet, als een plezier om juist je conditie te verbeteren door op die fiets te fietsen. En te laten zien dat je ook op die stroom meegaat. Dat is één keuze. Een andere keuze is om die fiets te laten repareren. En ervoor te zorgen dat de versnellingen aanpasbaar zijn. Of dat die op jouw ritme zijn. Op een ritme die jij prettig vindt. En dat zijn ook de keuzes die je kan maken in het leven. Wanneer jij ervoor kiest om richting te geven aan jouw levensmissie. Heb je bepaalde keuzes te maken. En je kan keuzes maken door in jezelf dingen te veranderen. Of je kan ervoor zorgen dat iemand anders of iets anders of jijzelf veranderingen aanbrengt. En daarbij is het heel belangrijk dat je bij jezelf gaat voelen wat prettig voelt voor jou. En ook dat je een bepaalde intentie hebt om dat te doen. En soms maakt het helemaal niet uit hoe je het doet. Als je de intentie hebt om die fiets, om prettig te fietsen op die fiets, dan zal het universum of de kosmos of de bron of God of hoe jij die hogere kracht ook een naam geeft, ervoor zorgen dat jij prettig zal fietsen op die fiets. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe. Dan maakt de vorm waarin het komt niet uit. Wat ik je vooral wil benadrukken is dat het belangrijk is om vooral bij jezelf te blijven. En jezelf goed te leren kennen en wat er in je omgaat. En in deze snelle maatschappij hebben we vooral de neiging om alles snel te doen. En niet stil te staan bij onszelf en gewoon van de ene naar de andere activiteit te gaan. En te vervallen in oude manieren waarop we met dingen omgaan. Maar als je elke dag even na elke activiteit een paar minuutjes bij jezelf nagaat hoe je voelt. Hoe je je nu voelt.
en hoe je je voelt nadat je de activiteit hebt ondernomen. En wat het nu eigenlijk is dat je wil. Wat je wil dat je volgende activiteit is. Dan zul je veel sneller in die stroom terechtkomen. En ook snel voelen waar jij behoefte aan hebt. En wat je hart wil. En misschien kun je daar even nu de tijd voor nemen. En voel me even bij jezelf. Misschien wil je even uitademen en alles even loslaten wat niet belangrijk is. En bij jezelf even nagaan wat er allemaal door je heen gaat. En je hoeft helemaal niks te veranderen, je hoeft alleen maar even te observeren wat er in je opgaat. Wat je voelt. Wat je emoties zijn. En dus hoe je je voelt. En laat je emoties er gewoon zijn. Ze hebben jou wat te vertellen. Geef ze daar de tijd en ruimte voor. En het hoeft niet nu, het kan ook later. En zeg ze dan even dat ze er gewoon mogen zijn. En dat het later komt. Dat je belooft de tijd te nemen. Om naar ze te luisteren. En breng dan even de aandacht naar je gedachten. Kijk maar even welke gedachten door je heen gaan. Zijn het steeds dezelfde gedachtes? Zijn het steeds nieuwe? Voel je dat je meegetrokken wordt in je gedachten? Of voelt het als een rommeltje in je hoofd? Of voelt het je heel anders? Misschien ervaar je wel rust. Of gaan je gedachten op een andere manier? Laat ze er gewoon zijn. En als je even in je lichaam voelt hoe die aanvoelt, waar spanningen zitten, waar het juist heel ontspannen voelt, en misschien ontspannen de gespannen delen zich vanzelf, juist doordat je de aandacht op vestigt. En misschien blijven ze wel even in de spanning en dat is helemaal oké. Misschien dat ze zich later kunnen ontspannen. In een ander moment, in een andere setting. En word je dan gewaar van het effect van wat je net gedaan hebt? Welke activiteit heb je net ondernomen en hoe voelt dat voor jou? Voel je tevreden? Voel je blij? Voel je onprettig of ontevreden? Of voel je iets heel anders? Ga maar even bij jezelf na en sta open voor hoe je voelt. En als je eruit bent, vraag je af wat je anders had kunnen doen. Om je beter of nog beter te voelen. Na deze activiteit.
Oké. Je hebt heel even naar het verleden gekeken. En nu mag je aandacht brengen op je borstkas, waar je hartcentrum zit, en je afvragen: waar heb ik nu behoefte aan? En waar word ik nu blij van? En is er iets dat ik mezelf zo meteen kan geven na deze korte meditatie? En besluit nu voor jezelf wat je nu gaat doen om in jouw behoefte te voorzien. En sta open voor de mooie en magische momenten van de dag, waardoor jij jezelf beter kan ervaren en ook meer in de stroom kan komen. Oké. En weet dat je dit elk moment van de dag kunt doen. Echt een paar minuutjes per dag, door de dag heen. En we hebben soms een beeld van mediteren, dat je een uur lang in kleermaker zit, moet gaan zitten. Maar dat is helemaal niet nodig. Er is juist onderzoek gedaan en het is gebleken dat wanneer je een paar minuten door de dag heen mediteert, dat het veel meer effect heeft dan dat je een uur lang achter elkaar mediteert. Vooral ook als je daar nog niet in getraind bent. Als je getraind bent in het mediteren van een uur lang, is dat natuurlijk iets anders. En kun je in die meditatie, kun je met je intentie, kun je meer leren en meer bereiken. Maar als je net begint met jezelf te leren kennen en te ontdekken, is het fijn om gewoon door de dag heen eigenlijk alleen maar bij jezelf stil te staan en jezelf te accepteren voor wie je bent op dat moment. Geef jezelf steeds een stukje erkenning. En dat is een hele kleine stap, maar wel een belangrijke stap in jouw levensmissie. En het zal jou helpen om richting te geven. En door dit te doen, zul je er vanzelf achterkomen welke kant je op gaat. En dit was Nesha van Samangat Life Mission. En ik hoop dat ik je wat inspiratie en kleine bijdrage heb kunnen leveren aan jouw levensmissie. En misschien zien we elkaar ooit nog tijdens de workshop of ergens anders. Geniet lekker van je dag en vooral van jezelf.